Yo Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we te gast bij Nintendo, want we checken Nintendo Switch Sports. In deze game hebben we volleybal, badminton, bowling, voetbal, chambara en tennis. En laat even in de reacties weten welke sport jij het leukst vindt. Doe de duimpjes omhoog, want dan kan ik dit misschien wel veel vaker doen. En vergeet niet te abonneren, want ja, dat vind ik tof. En dan krijg jij bijna iedere dag Nintendo video's. En we gaan gewoon al die sportjes even checken. En dan laat ik je aan het einde van de video weten welke sport ik het tofste vind. Nou, ik heb gisteravond nog in het echt gebadmintond en ik heb spierpijn, jongen. Dus laten we dat als eerste doen. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik even mijn eigen character maken. Hoe zou ik er ongeveer uit willen zien? Goede vraag. Ik heb nog niet echt mijn kapsel gevonden. Maar het toffe is dat je straks iedere week tijdens challenges allerlei nieuwe haarstijlen en andere dingen voor je uiterlijk kan vrijspelen. Super cool. Oké, dikke wenkbrauwen. Maar die haren, ja, dat is wel een ding. Oké, ik ga voor dit fancy kapsel in het blauw. En natuurlijk wel een baardje. Oké, vinden jullie hem lijken? Oh, en hier kunnen we net als in Animal Crossing even een slogan kiezen. Je zal wel zien, ik ben zo geheten fanatiek. Maar badminton. Ik ga er een beetje vanuit dat ik dit sterke niveau aan kan. Service. Ik ga je kapot maken, Abby. Ik ga je kapot maken. Oké, nu daar naartoe. Nu naar rechts. En nu met ZL een loppie. En dan, ja. Oké, jij doet ook loppie. Ja. Smash. Kom op. Smash. Ja, lekker. Mijn eerste punt. Woep, woep. Come on, Rick. Loppie. Oh, die heeft ze nog net, jongen. Nu naar rechts. Zo, maar dit doet lang, man. Jemig. Lang. Ja. Deze is... Ja, lekker. Loppie. Ja, goed zo. Lang. Ja, en nu naar rechts bedoel ik. En dan weer naar links. En dan... Nu weer smash! Oh, lekker uitgespeeld. Oké, nog twee puntjes, jongens. Nog twee puntjes. Loppie. Oh. Dat was iets slechter dan verwacht. En naar links. Ja, goed in de hoek. Oh, en afmaken die handel. Oh, die had ik eigenlijk echt de andere kant op moeten slaan. Maar hey, maakt niet uit. 4-1, let's go. Matchpoint, jongens. Matchpoint. Hoppakee, tot de 5. Onderhands. Let's go. Naar de andere kant. Oh, ik lig. Oh. Okay, ik moet niet stoer doen. Dan krijg je dit soort dingen. Nee. Gewoon nee. En smash. Ja. Lekker zeg. Dit was de final smash waarmee we de wedstrijd hebben gewonnen. Ik moet nu al zweten en we moeten nog 5 sporten doen. Maar eerst even tijd voor een sportdrankie. Zo! Oh, dat is net alsof ik gewoon een vloeibare bus peper drink, joh. Oh. Laten we gaan voetballen, jongens. En daar komen, jongen. 4-4 het veld op. Er is niet zo heel veel publiek aanwezig, helaas. We zijn geen Barcelona, I know. We zijn, denk ik... Nee, ik ga vandaag geen clubs beledigen. We zijn gewoon professionele voetbalclub. Let's go! What the... Oké, ik ben blijkbaar rechtsachter. Ik wil eigenlijk heel graag spits zijn. Maar we kunnen gewoon met de Joy-Cons kunnen we gewoon lopen. Dus we hoeven niet echt te rennen of te lopen, gelukkig. Het is geen Ring Fit Adventure. We kunnen wel sprinten. Miu, kom op Miu. Lekker. Nice. Daar gaan we. Oh, nee, deze is niet voor mij. Ah, die bal gaat veel te hard. Oké, lekker Chica. Lekker gedaan, Chica. Kom op Miu. Oh, waar ga je naar? Oh, je paast naar mij. Oh, maar ik schiet naar Chica en Chica moet scoren. Chica moet scoren. Oh, Chica scoort niet, joh. Miu, paas. Oh, Miu scoort. Lekker, Miu. Oké, maar dit is te makkelijk. Even een niveautje hoger. Ik heb Mia geditcht. Die is ingeruild voor Alex. Oh, Miu is nu bij de tegenstander. Jij overloper, Miu. Jij overloper. Ik ga jou tackelen. Ik ga jou... Ah. Oh, nee. Oh, Miu is gelijk ook gewoon echt zwaar goed. Oh, en ik schiet echt helemaal de verkeerde kant op. Miguel gaat hem nu denk ik naar voren knallen, toch? Schiet dan. Miguel schiet. Ja, oké. Bam! Oké, Jesse! Score Jesse! Oh, lekker Jesse met Van Persie actie op de paal! En nog een Van Persie actie, maar die gaat er ook niet in. Daar komt hij! Het schot! Daar komt het schot! Nee, geen goal! En nu dan ook geen goal! En nu dan! Ook geen goal! En nu dan! Ook geen goal! Oké. Nou, we moeten nog een beetje oefenen voordat we Messi zijn. Oh nee, het gaat door! De golden goal! Nee! Ik zat niet op te letten. Ik dacht dat het klaar was. We gaan door naar Chambara. En de bedoeling is dat je elkaar uit de ring gaat werken. En dat doe je
door op dezelfde manier te slaan als dat de tegenstander zijn zwaard heeft. En ondertussen moet jij natuurlijk op andere manieren blokken. Ik ga het gewoon laten zien in het potje en ik hoop dat ik win, want ik heb hem wel moeilijk gezet, dus ik weet niet of het gaat lukken. Ik moet ook zo te zien tegen een oma, dus het zou een beetje beschamend zijn als ik dit niet win. Start! Oké, dus nu moet ik zo slaan, dan gaat ze naar achter. En dan nu weer zo, en zo, en ja, ik sloeg net niet goed en dan zie je wat er gebeurt. Dan ga ik, ja! Dan ging ik dus zelf, kreeg ik zelf sterretjes. Maar we hebben oma er gewoon keihard uitgeslagen. Daar! Oh nee, dit begint niet goed. Ja, maar zij begint ook niet goed en dan kunnen we gewoon keihard mappen. Ja? Ja, we zijn er bijna, oh nee! Oh, we waren er bijna. Lekker! En nu kan ik eruit slaan. Nee, ik kan er niet uit slaan, want ze is nog steeds goed bezig. Nee, fout! Ja, zij ook fout. En dan doorslaan. En doorslaan. En hoppakee, lekker. Gewonnen. Ik vind het tijd voor ontspanning. Even lekker bowlen. Oké, jongens. Daar zijn we klaar voor. De bowlingbaan. Dus even kijken hoe we dit aan gaan pakken. We gaan gewoon, denk ik, proberen eerst maar eens recht door te gooien. We drukken ZR in. En dan... Hoppa. Dus even... Oh, nou... Ah, oké. 9 pins. Bijna een strijk met mijn eerste worp. Ja, nu moeten we gewoon echt recht gooien. Let's go, Rick. Dit kan jij niet. Je moet dus de Joy-Con echt heel erg recht houden, want anders zie je dat hij een beetje afdraait. Oké, dus blijkbaar heb ik een afwijking. Dus als ik dat hier probeer, vanaf hier, en dan gooien, dan gaan we waarschijnlijk... Ja, we hebben nog steeds een behoorlijke afwijking. We gaan nog verder naar rechts. En dan... Probeer het even lekker hard te gooien. Ja, ja, yo, lekker. Oké, ik voel hem. Nu proberen om dit in één keer te doen vanaf hier. Zo, en dan heb ik hopelijk die afwijking weer. Ja. Oh, 1 pin over. Ja, nu moet ik dus echt proberen om het Joy-Con een beetje zo te kantelen, zodat hij die spin naar links krijgt in plaats van naar rechts. Oké. Dan gaan we proberen. Ja. Goede poging. Oké, ik blijf het gewoon op dezelfde manier doen, want dit is blijkbaar mijn aanpak. Oh, lekker! Mijn eerste strijk! Woep, woep, woep! Nice! Oké, we zijn aangekomen in de laatste beurt. Let's go! Kom op, nog even die strijk. Oh, wat jammer. Dan maar de spare, hopelijk. Ja, nice! Nou, we hebben hem best wel door. We hebben best wel veel strijks en spares. Oh, ik mag nog een keer, omdat het de spare was natuurlijk. Oké, let's go. Nu moeten we voor die strijks gaan, jongens. We moeten... Oh ja! Lekker! En dan is het afgelopen. Wat is mijn score? Nou, 154. Ik vind het zeker niet slecht. Ben ik best tevreden over. Tijd voor sappie nummer 2. Conclusie van de dag. Groentesapjes zijn zeg maar niet mijn ding. We gaan nu lekker volleyballen. Bij volleyballen moet je eigenlijk 3 verschillende moves doen. Je hebt natuurlijk deze, de onderhandse, als je moet verdedigen. Je hebt dan de opzet en je hebt de smash. En die moet je alle 3 op een andere manier doen. Oh, en we hebben natuurlijk de service. Moet je de Joy-Con omhoog doen en dan op het juiste moment, hoppakee, lekker opslaan. Nou, dan staan wij in het achterveld. Wij staan alvast een beetje klaar om hopelijk die bal tegen te houden. Maar er wordt geblokt. Lekker bezig. Even kijken wat er nu gaat gebeuren. Ja, die is voor mij. Ah, nee, die is niet voor mij. Nu moet ik dus de voorzet gaan geven. Dat doen we zo. Perfecte voorzet. Hopelijk maakt hij het af. Hij maakt het niet af. Nu sta ik weer achterin om de bal tegen te houden straks. Ja, nu hebben we hem wel. Hij gaat nu voorzet geven. Dan moeten we springen. En hoppakee. 1-1. Wij staan hier weer in het achterveld. Moeten hem. Ja, oh. Het niveau staat op moeilijk. Je hebt hierna dus nog 1 niveau. Super moeilijk. Maar je ziet dat dit al best wel pittig is. Oké, ik ga de voorzet geven. Let's go. Maak jij een punt? Lekker man, lekker. 2-2. Ik sta klaar. Blok hem. Nee, hij gaat hem sowieso niet blokken. Maar ik heb hem wel. Lekker gepakt. Nu springen en slaan. Oh, ja, lekker. Oké, daar komt hij. Ja, omhoog. Ja, top. Kom maar met die bal. Spring en slaan. Oh, die blok was lekker zeg. Nu moet ik een voorzet geven. Nu mag jij het afmaken. Oké. Leuke rally dit. Nee, die wordt niet geblokt. Ik heb hem. Oké, go. Jump en slaan. Ah, oh, die wordt... Ja, we hebben hem. Wat gebeurde daar? Sloeg ik hem via het net of zo? Oh, de blok was niet goed. Nou, helemaal top. Ik wil nu ook winnen. Nu dat we zo lekker bezig zijn, wil ik winnen ook. Let's go. Oh, dit doe ik helemaal verkeerd. Want je moet eerst naar boven zwaaien. Blok! Let's go. Oh, ja, we hebben hem. Lekker gedaan, Saburo. Lekker. Volleybal ook gewonnen. En dan hebben we nog 1 sport te gaan.
tennis. We doen het sterke niveau en dan best of three. Oh, gaan we dubbelen blijkbaar? Ja, we gaan dubbelen. Oké, let's go. Ik heb mijn kloon bij me, mijn tweelingbroer. Drop in de comments hoe jij denkt dat mijn tweelingbroer heet. Service, let's go. Oh, dat was niet zo'n top service. Oh ja, ik kan natuurlijk nu gewoon twee poppetjes besturen. Dus ik kan ook deze besturen. Misschien had ik dat niet moeten doen. Misschien moet ik even opletten welke kant ik opsla. Ja! Oh nee! Let's go! Oh, smash! Lekker! Is dit een goede opslag? Ik denk het wel. Oké. Hard slaan. Ja, timing. En nu, ja, afmaken. Oh, die is niet goed genoeg. Smash! Ja, lekker. Bovenhands? Ja! Deze was wel lekker. Kom op, jongen. Oh, ja, goede slag wel. Oh, uit. Ik dacht dat die echt goed was. Ja, dit is wel aardig. Nu daar naartoe. Ja. Oh, ze hebben hem nog. Maar de smash komt dan en dan is het klaar. Lekker. Game point. En nu de forehand, denk ik dat het is. Oh, en de smash. En dan is het klaar. Oké, we staan op match point. We staan op match point. Let's go. Daar gaan we. Lekker, in het hoekie. En dan nu de andere kant. Misschien moet ik nu dan mijn racket zo doen. Ja? We wachten gewoon tot we kunnen smashen eigenlijk. Ik ga weer met de achterste spelen. Oh, die is echt... Nee, dit was niet best. Oh, ja, nu naar de andere kant. Ja. Oh, lekker puntje hoor. Zonder te smashen. Ik heb wel het idee dat ik tennis op super moeilijk zou kunnen zetten. Ik denk dat wij dat niveau aan zouden kunnen. Dit zijn de 6 sporten die erbij zitten op de lancering. En als ik er 1 zou moeten kiezen die ik het leukst vind, vind ik dat heel moeilijk. Ik vind volleybal, chambara, bowling en tennis alle 4 het leukst. Omdat ik het gevoel heb dat ik daar de meeste controle heb over mijn spel. En badminton en voetbal, die zou ik echt nog even moeten leren. Dat was dan jongens. Knal die duimpjes omhoog. Want dan kan ik misschien vaker dit soort vette video's maken bij Nintendo. Vergeet niet te abonneren, daar help je mij ook heel erg mee. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!